Ik pest mensen helemaal niet, maar mensen die denken dat ze zeer waardevolle, goede, mooie dingen schrijven en dat ze de waarheid verkondigen, terwijl ze de afschuwelijkste leugens opschrijven in een gebrekkige stijl, dergelijke mensen worden door mij, zo nu en dan, op hun tekortkomingen gewezen. Maar dat is geen pesten. Ik zit hier om te praten, u niet. Vervelende onderbrekingen. Het is een vertelgesprek van mijn kant. Daar ben ik nu niet in geïnteresseerd. Moet je eventjes horen? Ja, ik ben dat geïnteresseerd. U citeert mijn fout. Een slecht mens moet wel heel erg intelligent zijn om erger te zijn dan een dom mens. Dacht u dat de koning ooit zo'n boek geschreven heeft? Nee, vast niet. Moet mij dus het woord laten, anders moet u mij niet uitnodigen. Of die andere lul, die Tam Smaart, dacht u dat hij ooit zo'n boek geschreven heeft? Dus hebben die grote schrijver geëerd door een huis voor zielige oude mensen naar hem te noemen. Schande. Nee, van u denkt dat iedereen de hele dag met meneer Hermans bezig is. Maar dat was in Groningen zeer zeker zo. En in Nederland bijna. Zo.